Centrale Bank neemt maatregel ter ordening de visumverkeer. Kwikgebruik in Suriname baart nog steeds zorgen. En EU-vertegenwoordiger belooft Guyana hulp in strijd tegen gendergerelateerd geweld. Dames en heren, goedenavond. Dit is het journaal op maandag 28 november. Betaling van goederen en diensten in vreemd geld is verboden. De Centrale Bank van Suriname heeft deze maatregel genomen om het deviezenverkeer te ordenen. We willen orde hebben in de samenleving, op de valutamarkt. En natuurlijk willen we ook de druk, onnodige druk, op de wisselkoers verwijderen, toch? Nogmaals, waarom dwingen wij hier af? Waarom verlangen we van andere Surinamers, medeburgers, dat ze percelen in vreemde valuta kopen? Het is geen importproduct. Toch, dat is een concreet voorbeeld. En we hebben daarnaast als te houden aan internationale afspraken. Doen wij dat niet, dan lopen we nog een nog groter risico. En dat is dus dat het internationaal bankwezen misschien geen zaken meer met ons zou willen doen. Het doel van deze maatregel is om rust te brengen op de valutamarkt, zegt de governor van de Centrale Bank. Het is niet bedoeld om de cambio's te treffen, maar juist om gezamenlijk de rust terug te brengen. Er zijn afspraken gemaakt, niet alleen met de cambiohouders, maar ook dus met de regering en met de algemene banken. Wat we hebben afgesproken is om zo te handelen zoals het hoort. En dat is dus dat de exportopbrengsten bij banken binnenkomen en aan banken moeten worden verkocht. En dat de importhandel door de banken alleen bediend zal worden. De governor is van mening dat er veel wordt gespeculeerd. Nu zal er gewerkt worden om het valutaverkeer gezond te maken. De de-dollarisatie van de economie moet aangepakt worden. Het geld- en betalingsverkeer moet in SAD geschieden. Daarom zal de valutahandel streng gecontroleerd worden. Van Gambio kan controle aan monifo, aan regering of aan staat of van konderen. De man pakt de man aan mijn mati. En ook kan. Ik vind voor het volk van Suriname dat het een goed plan is. Want als je maar via de cambio's blijft pinnen, vreemd geld, dan lossen jullie het probleem wat jullie hebben niet op. Ik kan dat ik een euro bij in euro. En in euro kon je wel niet meer wel niet meer naar beneden. Want zij het doen, look nou, zij het mij doen dan. In de aksafraak dat bij mijn pikken was, zij het mij doen. Alla osso jain pijn ero, vakan. En zij heeft ze, na desma zij pina. Na desma dat hij vieren mee, brada. En dat nog mag. Zij dat we hebben zak voor een ba. Zijn zij regeren best doen, we hebben zak ba. Maar nu, als al laat ik ba, hier ik aan grap die draaien op het baka. Dat na probleem nu. Je op het wel wet idee. Sinds we willen gaan in bed doen, dat is niet. Want dat is moeilijk, wie draaien komt. Dat is een probleem nu. Je takt die maar aan te raken af. Nee, je traag maar even wel. Ik vind het een goed idee. Want de cambiohouders maken te veel winst op ons. Gersi zegt dat er hard gewerkt wordt om de SRD stabiel te maken. Maar het geloof in onze munteenheid moet vanuit het Surinaams volk komen. Wij maken hem sterk. Wij werken eraan om hem sterk te maken. Maar hij is net zo sterk als hoe wij erin geloven. Weet u, u heeft net als ik een gouden ring, zie ik. Juist. En u heeft hem gekocht omdat hij waarde heeft. Maar u gelooft erin dat hij waarde heeft. Maar als niemand meer gelooft dat hij waarde heeft, kunt u het weggooien. Ja toch? Dus wij maken iets net zo sterk als wij willen. En net zo zwak als we willen.
De centrale bank benadrukt dat er geen reden is om in paniek te raken. Het gaat om ordeningsmaatregelen. Het gebruik van kwik in Suriname baart nog steeds zorgen. Vandaag zijn diverse stakeholders bijeengekomen om weer eens over dit onderwerp te discussiëren. Er werd ook data gepresenteerd waarin werd aangegeven hoe het in Suriname is gesteld ten aanzien van kwikgebruik. Tijdens een bijeenkomst verschafte Heidi Berenstein, beleidscoördinator op het kabinet van de president, informatie hierover. In Suriname hebben we eigenlijk, kan je zeggen, een tijdbom. Want we hebben al jaren hebben we een behoorlijke, zeg maar, uitstoot. Of in principe wordt er kwik gedumpt in het milieu vanwege die grootmijnbouw. En men denkt dat er niets gebeurt, maar er gebeurt wel iets. Er gebeurt heel veel. Er is ook heel veel onderzoek geweest. Men heeft gezocht naar kwik in haren van de mensen, in hun tanden, in het bloed van de mensen. Kwik komt voor in bepaalde vissen, vooral die vissen die roofvissen. Hè. Daar komt kwik ook in voor. En kwik zit dus in het milieu. Want en het gaat erom, er is namelijk een vorm die men noemt methylkwik. En die is een zeer giftige vorm. Het wordt gevormd in het milieu en er zijn, als die omstandigheden goed zijn, en die omstandigheden zijn er in het milieu bij ons, om dus kwik als element om te zetten in methylkwik. Nu is het zo dat dit project, in principe, je hebt een milieuorganisatie, de United Nations Environment Program, heeft dus aan de Basel Convention Regional Center gevraagd om iets te doen met eigenlijk kwik. Hoe gaan we kwik uit het milieu halen van deze landen? In principe, als je kwik hebt in het milieu, kom je er niet meer vanaf. Dus wat kan je doen? Je kan het heel diep begraven. Zo? Dus je moet het eigenlijk in speciale containers zetten, goed afsluiten en diep begraven. Dus we hebben het project heet daarom ook het bergen en verwijderen van kwik. Mercury disposal of mercury. Verder zijn er studies gemaakt om de aandachtspunten in beeld te brengen. Het meest belangrijke dat nog moet plaatsvinden is dat het beleid op kwikgebruik moet worden verscherpt. De onderzoekingen die deskundigen in Suriname hebben gedaan geven aan dat er nog veel werk aan de winkel is. Maar Berenstein is tevreden met de nieuwe manier van aanpak. Er is in elk geval een aanzet gegeven om het probleem van kwikgebruik in Suriname adequaat op te lossen. Nou, in principe zijn er nog gaps. Dat zijn dus openingen in de dataverzameling. Juffrouw Tiffany van Ravenswaai heeft namelijk enorm wat problemen gehad bij de dataverzameling. Net wat ik zei, niet iedereen wilde praten, et cetera. Nu hebben we de stakeholders bij elkaar. Een behoorlijk deel. Hè. Dus, en deze mensen moeten dan nu praten. Toch? De vragen die gesteld zullen worden om te helpen om het dossier te vervormmaken. Want op dit moment is het nog niet helemaal in orde. Wat gebeurt er daarna met het dossier? Dus kijk, dit is allemaal, dit zijn data die we nodig hebben om beleid te maken. Als we weten wat de afvalstromen zijn, als we weten hoeveel kwik wordt gedumpt, als we weten waar het vandaan komt, dan kunnen we beleid maken. We kunnen de bron aanpakken. Dat wil niet zeggen dat we mensen in de gevangenis gaan zetten. Maar er zijn methoden, toch, om mensen te helpen om van kwik af te komen en iets anders te gebruiken. Hè? Dus het project gaat in december, 15 december denk ik, moet het werkelijk worden afgesloten, zodat men fondsen krijgt. Want als dat niet gebeurt, dan krijgen ze de fondsen niet van de UNEP. Hè? Zijn er genoeg stakeholders gekomen? Ja, er zijn genoeg stakeholders gekomen. We hadden gerekend op 60 mensen en we hebben dus werkelijk dichtbij 60 mensen gehad. We kunnen wel praten over een succes met betrekking tot dit project. Ja, we kunnen wel praten van een succes en we zullen het eigenlijk beter kunnen staven na de discussie en de vervolmaking van het dossier. Dan kunnen we zeker zeggen van nou, dit is werkelijk een succes geweest. Maar tot nu toe is het niet fout gegaan. Ik heb het rapport van Tiffany gezien. Ik ben er doorheen gegaan en ik ben niet ontevreden.
De productie van hooglandrijst moet verhoogd worden. In dat kader heeft het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij ondersteuning aangeboden aan landbouwcoöperatie Montu in het district Marowijne. Het doel van de coöperatie Montu is om vooral voor te kunnen voor de grond. Tijdens een tweedaagse werkbezoek van minister Suresh Algu van LVV heeft de minister vier dorpen in het oosten van Suriname bezocht, te weten Lemmetjebong, Lamtiwi, Pikinsanti en Wanghati. Zijn bezoek was bedoeld om de dorpsgemeenschappen te stimuleren tot het verbouwen van hooglandrijst en andere landbouwgewassen. En daarom ik kon je van Alesi belangrijk, eigen consumptie, maar afvast van een pranja zo Alesi, dat is organisch. Hij is organisch alleen. Hij heeft een boomprijs op de wereldmarkt. Maar als je maar halen hoeveelheid, dan is het bij jou. Dus je hebt hoeveelheid, dan minimaal één container. Je kan exporteren en dan moet je naar het dorp. En daarom heb ik Anogimi, broer, ja, zo, maar je gemeenschap. Dat is wat ik bedoel. De voorzitter van de coöperatie vond het bezoek van de minister een grote eer. Asoiti zegt dat hij samen met de gemeenschap wil werken om meer bekendheid te geven aan de landbouwactiviteiten in het binnenland. Dit is een bijzonder dag. Een grote dag. Want zij zei, voor die kon je in 1986, die kon je met ons op de dag, in 1986, nooit het een minister kon je. Dit is de eerste dag dat een minister kon je. A minister Konja, en ook konf kon koiri voor die abewani kon koiri alem kibon, niakon. Maar a minister tja jepi kongui. Teluku. A minister tja koni kongui. Om de coöperatie te bemoedigen, heeft LVV landbouwmaterieel overhandigd aan de gemeenschap. Samen actie dat Unomulas Bribi op tang produceert vanuit LVV. Die deed mij komen, maar dat wil niet zeggen dat dit naar laatste leekje met z'n mijn konja. Maar kom bakken. En we gaan stimuleren aan productie. In de toekomst, we gaan lukken samen. Kan komen morgen. Maar aan begeleiding, trainen en aan coöperatie moet betragen. De minister is zeer ingenomen met de inzet van de dorpelingen. Heb uw naasten lief als uzelf. Met deze gedachtegang wil Steven Rijmen, pastor van Logos International, aandacht schenken aan de thuis- en daklozen in de samenleving. Ruim 3 weken terug is gestart met een pilotproject om de thuis- en daklozen in de samenleving te voorzien van voeding. Het houdt in dat wij eigenlijk als kerk zeggen, zeker met die precaire situatie, laten wij kijken hoe wij terug kunnen geven en helpen. De samenleving, behalve dat wij dat al doen op geestelijk gebied, is het ook de taak van de kerk waar nodig is om ook maatschappelijk bezig te zijn. En we lopen al bijna 4-5 jaar met dit idee rond. Er zijn andere kerken die het ook al doen, maar wij wilden echt iets doen dat blijvend is. Wijlen pastor Bali Brashuis deed het vroeger, dacht ik, en andere gemeenten, maar van hem weet ik zeker. Rijmen geeft aan dat het al een droom van bijkans 4 tot 5 jaar was om wat te doen en te geven aan de samenleving dat blijvend is. Na een aantal vergaderingen met het bestuur van de gemeente kwamen ze tot het besluit om wat te doen aan de zwerversproblematiek. Het is heel erg om aan te zien dat deze groep mensen geen dak boven hun hoofd hebben en ook geen eten wat ernaartoe leidt dat ze in de criminaliteit belanden. Want ze gaan stelen om te kunnen overleven. Logos is met bijkans 30 porties per dag gestart en het aantal groeit met de dag. De levensmiddelen worden bekostigd door de offers die de gemeenteleden tijdens de bijeenkomsten, oftewel diensten geven en ook door mensen die spullen doneren. Verlangen was in ons hart om iets te doen voor de zwervers. De mensen die daar, elke keer als je langs rijdt, zie je de mensen en je vindt het erg dat ze soms geen eten hebben. Dus toen hebben we het als kerk besproken. Door te zeggen, laten we dat bekijken. De kerk was wild enthousiast. En we hebben gezegd, laten we een pilot starten. Dus dit is een pilot. We zijn gestart met 30 porties per dag.
is overgegaan tot 50. En nu intussen hebben we 70. Bij elke dienst dat we hebben, nemen we een offer speciaal gericht om de middelen te kopen die we moeten doen. Maar andere mensen zeggen nee, wij willen niet alleen een 1 SAD, een 5 SAD, een 10 SAD geven. Wij willen middelen geven. Dus zoals u ziet zijn er een aantal dingen gedoneerd. We hebben nu eten, zeker voor nu, tot eind december. We hebben in de kerk een aantal mensen die ook zitten in de coke business. Dus 3 van ze waren bereid gevonden om wekelijks hun bedrijf, de ruimte in hun bedrijf de ruimte en de tijd te creëren dat er gekookt wordt. Een ander bedrijf stuurt direct 20 voeding dagelijks, 20 voeding klaar. En dan, dat is dan 3 weken hebben we dan voor die man gecoverd en de 4e week doen wij dat zelf met vrijwilligers. Rijmen doet een beroep op de samenleving om deze groep mensen niet te verstoten en om een andere kijk op ze te hebben. Wij moeten de zwervers lief hebben. En dan kunnen we allen door ze dagelijks te voorzien van een portie, dat zonder dat wij erbij stilstaan heel veel voor ze betekent. Het probleem dat wij hebben is dat we als mens vaak kijken naar de omstandigheid. En niet kijken wat we samen, let wel, samen in staat zijn te doen. En als we samen in staat zijn om iets te doen, waarom zouden we dat niet gebruiken om samen iets te doen? Als iedereen een SAD geeft, we hebben een vrij grote gemeente, meer dan 1500 plus mensen, heb je 1500 bij elke keer dat je een offer neemt, speciaal gericht naar deze doelgroep. Dus ik zou de samenleving willen bemoedigen om mensen anders te zien. Ik heb een gezegde die ik probeer te stampen in het hart en de gedachten van de mensen. En dat is als volgt: If you value people, you add value to them. Als je mensen met waarde behandelt, maak je ze waardevoller. Dus laten we de zwervers zien als mensen die toch waarde hebben. Carlos Suylen, ex-drugsverslaafde, die nu ruim 17 jaar bekeerd is, geeft aan dat hij pal achter het project van de gemeente staat. Het geeft hem een goed gevoel, niet alleen dat er aandacht besteed wordt aan deze groep mensen, maar ook vanwege het feit dat hij op deze manier de jongens kan aanmoedigen om het pad van de Heer te bewandelen en te bekeren. Carlo geeft verder aan dat het niet een makkelijke stap is om af te kicken. Zij kiezen er eerder voor om het spul dat zij Christine noemen te gebruiken. Dit project vind ik heel goed. Het is een project en waarom ik het heel goed vind, ik ben zelf een... Ik ben geen zwerver geweest, maar ik ben een ex-drugsverslaafde geweest. En wat ik heb gewerkt bij het uitdelen, het distribueren van het eten, dat de meeste mannen en vrouwen, de meeste, je hebt het net enkele tussen, allemaal drugsverslaafden zijn. Dus waarom ik dit project goed vind, omdat ik ook daar was. En weet je wat dat ding is? Je kijkt meer naar die drugs dan het eten. Je ziet het eten, je ziet drugs. Huh? Als je een keuze zal moeten maken, ga je een keuze maken naar die drugs. En dit was het Nationaal Nieuws. Goedenavond.